Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met in deze aflevering twee gasten, wethouder Ben Brink en Wim Reuvers. Heren, ik moet jullie feliciteren. Dankjewel. Ja, dat mag. Nou, bij deze dan. Dankjewel. Het vijverterrein, er is onlangs een overeenkomst gesloten tussen gemeente Groeneweerd en Wim Reuvers met zijn bedrijf. Even terug in de geschiedenis. Het vijverterrein, waar gaat dat over? Waar gaat het over het vijverterrein? Het vijverterrein is ooit aangekocht in 1999 voor de uitbreiding van een demontagebedrijf, wat toen veel te krap was. Dat hebt u gedaan? Ja, in 1999. Daarbij heb ik het voor aangekocht. Daarna is het verzoek geweest van de gemeente om af te zien van een demontagebedrijf en om ontwikkeling te doen voor woningbouw. En dat hebben we in 2000 opgestart. En dat ging aanvankelijk de eerste 5 jaren van, van die periode ging dat heel goed. Saneringen en dergelijke. De grond was zwaar verontreinigd, hè, toen in die... Ik wist dat ik zwaar verontreinigd de grond gekocht had en ik wist ook wat me te wachten stond om het schoon te maken. Dus en dat is toen heel redelijk goed gelukt. Nou goed, woningbouw ontwikkelen en toen? Ja, toen is er toch een periode gekomen waarin er allerlei problemen boven tafel kwamen drijven. Waar ik zelf geen invloed meer in had, maar dat eigenlijk de overheid dat probleem op moest lossen. Maar daar heb ik hele vele nadelige gevolgen van gehad, heel veel jaren nog. In de tussentijd, want we zitten nu in 2017, zijn we toch een aantal jaren verder. Wat is er precies gebeurd? Nou, 2014, 2015 moesten wij wel een groot gedeelte van het terrein in gebruik nemen voor uitbreiding van het demontagebedrijf. Ja, want u zit met uw bedrijf ook op de Noorderradenweg. Ja, nu inmiddels een van mijn zoons. Ik zelf niet meer, maar een van mijn zoons. Mm-hmm. Die zit daar. En we konden geen kant meer uit en toen hebben we dus besloten om een gedeelte van het terrein toch in gebruik te gaan nemen. En daar hebben we toen destijds al die vergunningen voor naar binnen gehaald, die we daarvoor nodig hadden. Ja, en de gemeenteraad is al eerder gesproken om eens te kijken van nou, kunnen we het voor elkaar krijgen om Reuvers met zijn terrein te laten verhuizen. Ja. Toen lukte dat niet. Nee. En nu wel, meneer Brink. U zit nu 3 maanden op de zetel van wethouder. Hè? Hoe is u dat gelukt? Nou, om te beginnen, ik was een dag op het kantoor om me voor te stellen. Ik was nog niet benoemd als wethouder en toen kwam Ico van der Valk. Hij zei, er is een plan binnengekomen van Winsborgen voor het terrein van Reuvers. En we waren het eigenlijk al heel snel eens dat we zeiden van nou, dat gaan we positief oppakken, positieve grond houden. En we zagen het eigenlijk ook wel als een kans om uit de problemen te komen. Om een vervelende periode af te sluiten. Maar meneer Reuvers heeft verschillende plannen ingeleverd door de jaren heen, weet ik toevallig. Hij moet vertrouwen hebben. Hè? Ja. Dus zo zijn we begonnen en het college ook. En zo zijn we het hele proces begonnen met Theo van Wijk, de adviseur van Reuvers, gesprekken. En ik ben inderdaad, dat was niet op jouw suggestie, maar uit mezelf een kopje koffie wezen drinken bij de heer Reuvers. Want dat was jouw aanbeveling bij het eerste interview. Nou, en gaandeweg had ik het idee dat het vertrouwen groeide. En ook eigenlijk het besef dat er een goede kans was om een rotperiode af te sluiten. Ja, om daar even naar op terug te komen. Ja. Een gesprek aan die keukentafel doet wel wonderen. Het is een begin. Het is een begin. We zijn 2 keer bij elkaar geweest, of 3 keer bij elkaar gesproken. Ja, exact. Maar dat heeft, volgens mij heeft dat een beetje tot herstel van vertrouwen geleid. En vertrouwen is eigenlijk de kern van het succes wat er nu is? Ja. Nou ja, dat kan Wim misschien ook zeggen. We zijn als gemeente en als wethouder, als Igor, zijn we gewoon eerlijk het proces ingegaan. Igor is de ambtenaar die erbij betrokken is. Igor van der Valk. Mm-hmm. We zijn eerlijk het proces ingegaan. En gekeken wat de vorige keer de zaak strandde. Dus dat waren eigenlijk al de randvoorwaarden, die hoeven we niet meer te bedenken. En zo zijn we het gesprek ingegaan. En het heeft heel veel gesprekken gekost. Het waren ups en er waren downs. Maar uiteindelijk ben ik blij dat we door de regels getekend hebben. Het is een complexe materie, want er zijn veel partijen bij betrokken. Ja, dat klopt. Kun je dat proces nog eens een keer schetsen? Nou, dit is met name... Je bent er niet alleen maar met een mooi gesprek aan de keukentafel met Wim Reuvers. Nee. Er zijn misschien wel 10 gesprekken geweest. Ik ben soms s'morgens alle wacht gebeld. En welke partijen waren daarbij betrokken? In eerste instantie was het de adviseur van Reuvers en de adviseur van de gemeente Tiel. Die met elkaar ging. Maar de adviseur van Reuvers, Theo van Wijk, die is ook naar de provincie gegaan. Hij is naar Groeneweerd gegaan. En hij heeft gewoon geprobeerd de zaken helemaal weer los te trekken. En daar vind ik die complimenten mee, want dat is hem echt gelukt. En wij hebben steeds met een positieve grondhouding daarop gereageerd. En nu? Nu? Want er is we zijn al heftig bezig met het bestemmingsplan. Er is een handtekening gezet. Waar precies onder? Waar is die handtekening onder gezet? Het is een overeenkomst waarin vastgelegd is wat wij 20 september als een soort herenakkoord met elkaar afgesproken hebben.
En dat is vastgelegd nu in een overeenkomst en die is door het jurist opgesteld. En die overeenkomst behelst even grofweg? Behelst grofweg dat de heer Reuvers met zijn bedrijf van het Vijvertijn vertrekt, zodra het bestemmingsplan enige zekerheid heeft, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En dat de gemeente een som geld betaalt voor het verhuizen van het bedrijf. En de heer Reuvers heeft ook in die overeenkomst dingen met GroenWeert afgesproken. Die ik voor hun rekening laat en wat is mijn verantwoording niet. Zo zijn tussen alle partijen afspraken gemaakt van wat de bijdrage is en wat de voorwaarden zijn en wat de ontbindende voorwaarden zijn. En dat staat eigenlijk in het contract. Ja, de gemeente wilde vorig jaar, toen werd er nog gezegd, kan me nog goed herinneren, we kunnen niet en we willen niet. En nu kunnen we wel en willen we wel. Ja, wat ze vorig jaar gezegd hebben, dat weet ik niet. Want ik, misschien is dat moeilijk te geloven, maar ik ben helemaal niet in het proces ingedrokken. Ik heb de dossiers niet gelezen. Met opzet. Om te voorkomen dat je met een bepaald vooroordeel naar de zaken gaat kijken. Uh-huh. Ik denk, laten we nou deze nieuwe plan, dit nieuwe plan pakken. En laten we daarop voorbeduren en kijken of we eruit komen. Ja, belangrijk ook voor en, Tiel, hè? Om er iets moois van te maken uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk bedoel je dat Tiel-Oost een mooie wijk wordt. Wat jij ook zegt. En ik denk als we dat realiseren, dat we echt een heel mooi stukje Tiel krijgen. En waar we nu mee bezig zijn, de gemeente, samen met de adviseurs van Reuvers, is het bestemmingsplan. We zijn al een heel eind één. Het hoeft geen 4 jaar te duren, dit bestemmingsplan. We hopen dat die in maart de eerste ronde achter de reus. Okay. En maart. De raad die moet dus, want er moeten nog een paar centjes naar de heer Reuvers voor, het, volgende week voor de verhuizing. Volgende week is de commissie ruimte op die dinsdag en wordt deze zaak besproken voor de eerste keer met de commissie en met de raad. Maar goed, er is natuurlijk al wel gevoeld van hoe staat die raad erin. Hè? Dat lijkt me logisch. Ik kan daar geen garanties voor geven, maar ik heb natuurlijk wel mijn voetballers uitgestoken. Toch is de polsen van hoe staan mensen daarin. Maar garanties kunnen we daar niet in geven. Tuurlijk niet. Laten we eerst maar die vergadering dan afwachten. Ja. Dat bestemmingsplan, dat betekent dus industrie, wat er nu mag plaatsvinden. Hè? Auto demonteren, de opslag was het geloof ik. Auto demonteren is daar nooit gebeurd. Nee, maar de opslag van auto's. Nou, waar het trein voor gebruikt is, is voor opslag voor het schroot en autowrakken. En het grootste gedeelte werd gebruikt voor opslag van handelsauto's met exportauto's die we nodig hadden. Aanhangwagens en zo. Mm-hmm. Maar wat ik wel even belangrijk vind om te zeggen, dat is, er wordt over grote geldbedragen gepraat, maar het grootste gedeelte moet komen uit de woningbouw die er gerealiseerd gaat worden. En dat plan hebben we goed onderbouwd, dat is ook hetgeen wat het vertrouwen... Bestemmingsplan heeft. Ja. En hoe dat is ontstaan, dat vind ik eigenlijk heel bijzonder. Mm-hmm. Want de smeerolie van de hele zaak, om de zaak toch het vertrouwen weer terug te brengen, en te zorgen dat partijen met elkaar aan de tafel zitten. Daar heeft natuurlijk Theo Verwijk een enorme bijdrage aan geleverd. Die was eigenlijk van het begin af aan vertrokken. Die is dagelijks bezig geweest. Ja. Maar degene die het heel veel smeerolie erbij gedaan, is toch wel Frank Groen en Pieter van den Burg geweest vroeger. Dat moet ik wel even heel erg kwijt, want die hebben toch altijd nog de initiatief gehad om te zeggen van, joh, wat gebeurt er nu daadwerkelijk en hoe kunnen we het oplossen? En mede dankzij daar die vertrouwelijke gesprekken mee, hè, van joh, waar zit het mis en waar moeten we schaven aan doen. Ja, toen is tijdens de koffies Ben erbij gekomen. En toen ging het eigenlijk wel in een zodanige stroomversnelling, omdat we ook tegen elkaar gezegd hebben, laat nou even hetgeen wat er gebeurt is achterwege, want anders kun je niet verder. Dan blijf je dingen oproepen. Dat zeerde zit er nog wel, maar goed, dat als het plan wordt zoals we beoogd hebben met z'n allen, dan wordt het alleen maar mooier. En dan krijgen we inderdaad een heel mooi stukje Tiel-Oost. Ja, dus de financiering uiteindelijk van die hele verhuizing zit hem in die woningbouw? De woningbouw die gaat er een hele grote bijdrage aan leveren, want anders is het gewoon niet te doen. Ja, ik kan me nog herinneren dat er sprake zou zijn van een bouw van de helft, hè, 21 of 22 woningen. Ja. Nu zijn het er 42. Dat was volgens mij ook de bedoeling. Altijd de bedoeling geweest van 42 woningen. Ja, hoe is het? En dat kon toen destijds niet. En nu wel. Hoe zit dat? Zou ik niet weten. Ja, daar weet ik wel een klein beetje van. Ja. Oh, nou, vertel. Kijk, iedereen had zijn deel grond daar. Mm-hmm. En wij hebben al heel vroeg, want je zei het net zelf, al een paar plannen ingediend. Meerder als één. Er zijn er zelfs meer als 5. En toen moest er om de waterberging, waar het precies moest komen en hoe het zou moeten gebeuren, moest er iedere keer rekenschap mee gehouden worden met grond die daar vanaf getrokken zou worden. En dat was eigenlijk niet ons pakje aan. Hè, want wij hebben altijd gezegd, onze grenzen lagen klaar en de infrastructuur lag ook klaar. En daar waren 42 woningen op gepland. Daar is om de een of andere reden iedere keer een barrière in geweest, zeg maar. Omdat wij die 42 niet kregen. En samen met de nieuwe partijen zijn we eens gaan kijken van, joh, als we de grenzen nou eens op een andere manier bepalen, kan het dan alsnog. En daar kwamen toch die 42 woningen uitrollen.
En daarmee is de financiering eigenlijk rond van dat complex. Kijk, een gedeelte, kijk, er wordt natuurlijk over grote geldsommen gepraat, maar één bedrag geld, wat ik vind, en dat is juridisch al vastgelegd door ons, wat ik de gemeente niet verschuldigd ben, mm-hmm. is wel bij het totale partaaltje betrokken, maar dat is geen geld wat er over de tafel rolt. Ja, precies, want er is nog van alles in de tussentijd gebeurd, ja, met dwangsommen, ja. met over en weer kinders in de... Ja. Dat is allemaal van tafel? Dat gaat allemaal van tafel, ja. Wij hebben met elkaar afgesproken dat het voor alle partijen een win-win situatie moet zijn. Een plek van dat er voor alle partijen een verlies situatie is. En dat betekent voor onze kant dat wij gaan zeggen van nou, die claims zitten bij de gemeente, die moeten dan ook van tafel. Dat is voor de gemeente natuurlijk een enorme win-win situatie, want er liggen nogal wat claims. En die worden dan ook daarmee stopgezet. Ja, hoe zit dat? Bedenk me nu eventjes met, want daar hebben we ook nog wel eens mee gesproken, op deelgebied 4 is dat geloof ik, hè? Dus de bedrijven die er al zitten. Deelgebied 1 is dat. Oh, dat is 1. Die hadden plantschade. Ja. En die zouden dat ook bij de gemeente in gaan dienen. Hoe zit het daarmee? Wij hebben afgesproken, het moet voor alle partijen een win-win situatie zijn. Ook voor de partijen van deelgebied 1 die enorm veel schade en lasten afgelopen jaar hebben gehad. Want die hebben het nooit leuk gevonden dat ik dat moest doen met het bedrijf. Maar we hebben ook met elkaar... Ja, die zijn daar gaan zitten en die hebben zich daar gehuisvest met het idee dat er een mooie wijk zou komen. Precies, ja. En daarmee hebben we afgesproken van jongens, laten we eerst eens even kijken wat de mogelijkheden zijn. En laten we dan eens kijken wat een ieder daarin toe mocht geven of bij moet dragen om dat te realiseren. En Marines van Binswerk heeft inderdaad gigantisch goed werk geleverd samen met Theo. Om met alle partijen duidelijk te maken van als we het zus doen, dan winnen we dat. En als we het zo doen, dan hebben we daar een voordeel bij. Mm-hmm. In plek van dat je elkaar op alle fronten de duimschroeven aandraait en het onmogelijk maakt. En ik moet heel eerlijk zeggen, dit is mede dankzij na de koffie die we gedronken hebben, is dat heel goed gelukt. Ben, het vijverterrein, daar speelt van alles. Ja. Er gaat iets moois komen. Wat we nou precies kunnen we even schetsen voor het publiek? Nou, ik zeg al... Ook al eerder gezegd, Van Binsbergen en de collega's eromheen, die krijgen wat ze, beeld wat ze voor ogen hadden. Mooi stukje deal. Mooi stukje deal. En er komen 42 kwalitatief goede woningen, komt echt een kwalitatief goed plan. Ja, dat is dan deel van die 3, het voormalige terrein van Reuvers. Van Reuvers en 3 van Groenweer. En ja, met de maatregelen van fluviotiel 1 tegen de kwel en het park wat er komt. Ja, dan is de winst is gewoon een mooi stuk deal. Ja, hoeveel daar huizen worden daar gebouwd? Dat is de ongeveer 130, geloof ik. 130? Ongeveer. Maar dan ook in verschillende gradaties. Ja, en dat past goed bij elkaar en wordt echt een kwalitatief, wordt het een mooi gebied. Goed, we zitten nu in 2017, bijna 2018 alweer. Wanneer kunnen mensen daar daadwerkelijk gaan wonen? Kun je daar al een inschatting in geven? Zonder op de maand te zeggen van nou, dat gaat gebeuren. Niet zeggen, maar ik neem aan dat we in april kunnen zeggen van de zaak, de deal is rond en de afspraken kunnen nagekomen worden en we kunnen daar beginnen. Ja. Daarin is dus nog de gemeenteraad van Tiel van belang. Die moeten het bestemmingsplan goedkeuren en een klein bedrag voor de heer Reuvers voor de verhuizing. Ja. Waar ga je naartoe? Dat is nog niet helemaal bekend. We hebben 3 locaties op het oog. Mm-hmm. Binnen Tiel? 2 locaties binnen Tiel en 1 locatie buiten Tiel. Maar waar we heel erg sterk intern naar aan het kijken zijn, is hoe gaan we onze bedrijven in de toekomst voortzetten. Want binnen onze bedrijven zitten natuurlijk heel veel veranderingen aan te komen. Welke? Nou kijk, het schroot verwerken en het schroot opslaan, en dat kan op een heel andere manier. Daar zijn we landelijk al naar het kijken hoe dat kan. Ja, even om aan te geven dat je een grote speler bent in die wereld in Nederland. Want volgens mij de 3e of de 4e grootste van Nederland, demontagebedrijven, dat bent u. Wij zijn heel lang, hebben we bij de top 4-5 van Nederland gehoord voor het verwerken van autovrakken. Ja. Dus daar hebben mijn kinderen met al de handicaps die we hadden, ruimtegebrek en zo, hebben die dit toch een paar jaar vol weten te houden. En we weten niet hoe we nu staan, maar we doen er nog verschrikkelijk veel. Maar we willen het op een andere manier gaan doen. Kijk, de uitstraling en het beeld wat we dus nu tentoonspreiden, dit is al tientallen jaren zo. Mm-hmm. Maar dit is nooit het beeld wat wij hebben willen hebben. Dat was nooit onze doelstelling. Maar ja, als je met handen en voeten gebonden bent, dan moet je soms wel eens dingen doen die minder leuk zijn. Maar we willen nou veranderingen brengen. We willen echt laten zien dat we zeggen van nou, we hebben een bedrijf wat veelal onder dak kan werken. Dat is ook best goed mogelijk. Mm-hmm. De opslag van die auto's, die kunnen dus beter buiten het zichtveld gaan gebeuren. Want ook iedereen heeft er last van, ook de bewoners van deelgebied 1, was dat met name een grote handicap. Hè? Ja. Vandaag zie je een trailer met onderdelen weggaan en morgen kwam er weer eentje binnen. En die situaties, daar willen wij sowieso verandering in aanbrengen. Dus we willen het wel op een andere manier doen en dan proberen van de gelegenheid gebruik te maken. Om daar ook wat
minder geschoolde mensen bij te betrekken. In eerste instantie denken de mensen wel dat het heel stom werk is, een auto uit elkaar halen, maar dat is het niet. Wij hebben al een paar stagelopers van scholen en zo, die bij ons leren hoe ze een auto uit elkaar moeten halen, zodat ze, als ze verder doorleren het in de garage, beter in elkaar kunnen zetten. Hè? Uh-huh. Soms moet je iets kapot maken, wil je wat maken. En daar willen we ons eigenlijk ook op richten. Dus we hebben nog wel wat plannen, alleen als die uitvoerbaar zijn en wat voor termijn. Ja, dat... Ja, dat is met name aan de zoon, hè? Ja, maar ik wil daar toch wel even mee naartoe blijven kijken, hè? Want ik bedoel, ja, zo sta je ook, kijk, mijn zo sta je ook een beetje, houden, maar mijn zo sta je ook een beetje bekend. Maar je had een andere droom en dat was de Oudsloperijmuseum. Ja, maar die gaat ook weer gedeeltelijk terugkomen, want die is eigenlijk nooit uit beeld geweest, dat museum. Alleen niet in de vorm zoals wij bouwen. Maar we hebben nog steeds dagelijks hebben wij mensen op bezoek die willen kijken achter de hekken van hoe zag het er vroeger uit. En dat is wel iets wat ik wel... In de toekomst zag ik er nog wel aan willen werken, inderdaad. Ja. Dus dat kan Tiel ook nog verwachten? Ja, of Tiel of buiten Tiel, dat weten we niet zeker. Ik hoop dat het Tiel mag blijven, want wij zijn een Tiels bedrijf. Mm-hmm. En we willen alle mogelijkheden proberen om in Tiel te blijven. En dat willen we dan ook een goed overleg gaan doen. Maar je hebt nu ook een goed lijntje met de wethouder om eens te kijken, als je op een locatie zit, of dat bestemmingsplan dan zeg maar museum technisch geschikt is. Kijk, als deze wethouder dat zou kunnen realiseren, dan ga ik nog graag een paar bakjes koffie drinken. Dus heel graag. Ja. Maar of er een andere wethouder wordt, dat weet ik niet. Ik bedoel, want de verkiezingen, dat is ook maar afwachten. Maar we willen het in ieder geval een goed overleg gaan doen. Ik bedoel, dat moet echt wel gebeuren. Dat, ja, je laat op dit moment een bepaalde indruk achter op zo'n bedrijf. Hè? Ja. En dat ga ik niet herhalen, maar die indruk die willen wij gewoon niet hebben. Dat is klaar. Ben, ja, goed 3 maanden bezig. Dit moet voldoening geven. Ja, zeker. Ja, dat stimuleert me wel om met zaken bezig te gaan. Maar ik wil even terugkomen. Ze zeggen vaak gekscherend een succes heeft vele vaderen. Ja. En dan wordt dat negatief beoordeeld vaak. Maar in dit geval is dat ook zo. Wim en ik kunnen een hoofdrol spelen, maar Theo van Wijk, de gemeente Eindhoven-Valk, Frank Groen, die ook in dat geval mijn sparringpartner geweest is. Wat is zijn rol geweest? Een sparringpartner voor mij en vertrouweling van Reuvers. Oké. Dus die heeft echt wel zijn die heeft ook zijn bijdrage geleverd aan het hele proces. En zo zijn er heel veel mensen geweest. En allemaal in de positieve grondhouding om eruit te komen. Dus ja. Het is mooi dat het met gelukt is in 3 maanden, maar de tijd was er ook rijp voor. Dus dat is mooi natuurlijk. Daarom is het ook gelukt. Maar zeg maar, u geeft zelf aan dat Frank Groen zijn nek heeft uitgestoken. Ja. Dat hadden mensen eerder kunnen doen, maar dat is niet gebeurd. Is dat dan een pluim voor hem? Hij was een vertrouweling van Reuven, hij heeft het hele proces meegemaakt. Hij weet precies wat er aan de hand is geweest. Nou. Ik niet, maar ik heb de gesprekken heb ik en gebruik de sparringpartner richting Reuven. En dat is het. Ja. Hij is eigenlijk in al die periodes dat wij bij de gemeentes tegen muren en misverstanden aanliepen, is hij eigenlijk altijd degene geweest die vastbeet in waar zit nou het probleem. Ja. En waar kunnen we dan wat aan doen? En ik vond, en dat meen ik oprecht, dat hij dat in ieder geval op een hele goede, open en eerlijke manier, zowel naar ons toe, als ook binnen de gemeente gedaan heeft. Want hij heeft nooit het idee gehad om nou te zeggen van, ik zit hier nou om mijn eigen boontjes naar binnen te trekken. Nee, hij heeft altijd echt gekeken, en dat was in die tijd ook nog van Pieter van den Burg. Jo. Ja, want die naam die noemde u ook. Ja, Pieter van den Burg die was al voor heel veel jaren terug iemand die er nieuwsgierig naar was om van, joh, waar lopen nou die manco's, waar lopen we tegenaan en hoe kunnen we het losmaken. En dat is eigenlijk wel heel goed overgenomen en doorgegaan. En dat heeft ons het vertrouwen gegeven om te zeggen van, jongens, we moeten ook hetgeen geven wat de bewoners van dit gebied 1 recht op hebben. We moeten er ook voor kijken dat we er zelf niet al te veel schade door lijden. Ja. Maar we moeten het wel een kans blijven geven. Ik denk echt zonder meer dat als die partij niet op deze manier zijn nek uitgestoken had, dan eigenlijk wel dat er geen oplossing geweest zou zijn als oorlog blijven voeren. En Theo die noemde het project gelukkig, had er een mooie term voor. Van oorlog naar vrede. Van oorlog naar vrede. En dat is dan dat project wat er nu ligt op deelgebied? Ja, dat geeft ons... Kun je daar iets over vertellen, wat daar precies gaat gebeuren, die 42 woningen? Ja, ik kan het niet precies alles vertellen. Er zijn al plannen, neem ik aan. Ja, ik ben daar zelf niet bij betrokken, hè, want dat laten we ook weer aan partijen over. Want mijn doelstelling is alleen vanaf het moment dat we kunnen zeggen, het bestemmingsplan is goedgekeurd, dat ik met mijn bedrijven bezig ga. En met de ontwikkeling van die woningbouw, daar gaan andere mensen mee bezig. En daar wil ik er absoluut niet meer bij doen.
Dan wordt het weer echt te veel. Ik ga met mijn eigen... Zijn er ook nooit uw insteek geweest? Nee, ik ben er wel in gedoken. Ik ben erin betrokken geraakt. Ik heb er een hoop kennis in op gedaan. Hoor. Want ik bedoel, het is niet zo dat je daar niks van leert. Maar je leert er een hoop van, maar het is niet mijn ding. Nou, wat heb je nou uiteindelijk geleerd van dat hele verhaal? Want we praten over een traject van tientallen jaren. Het belangrijkste wat ik ervan geleerd heb, is dat ondernemer, die in zijn onderneming zijn vak goed kent, is het bijna onmogelijk om met de politiek iets te verwezenlijken wat niet bij zijn bedrijf past. Mm-hmm. Mensen die daar geen kijk op hebben, die kunnen zien wat de ondernemer voor bezig is. Ik heb ervan geleerd dat je eigenlijk dan vroegtijdige mensen in moet schakelen die ook smeerolie is tussen politieke of gemeentelijke partijen in. Zoals Theo Verwijk dat eigenlijk al die jaren heb gedaan en proberen te doen. Mm-hmm. En dan op het slagveld in de oorlog, terwijl de oorlog aan de gang is, dan moet je eerst maar eens het rustpunt zien te krijgen van, wanneer kunnen partijen nou weer met elkaar aan de tafel gaan zitten. En dat moment kwam gelukkig toen Ben Brink in beeld kwam. Ja, ja. Ben, je bent er net, zoals eerder gezegd. Ja. Wat heeft de gemeente daar nou van geleerd, als ik het zo mag zeggen? Nou, wat ik er zelf van geleerd heb, kan ik wel zeggen. Wat de gemeente van geleerd moet nog blijken. Nou goed, als je dan de vertegenwoordiger van de gemeente bent. Ik durf het ook nog even over de gemeente zeggen. Ik denk... een open benadering en geen verborgen agenda's, gewoon eerlijk zijn wat er aan de hand is en ook eerlijk vragen wat je wilt en ook eerlijk zeggen wat je kunt bieden. En ik merk wel, het komt steeds meer, dat in beseffingsplannen en bezwaren die er zijn, er wordt al steeds meer in die trant gewerkt. Dus en dat is ook goed voor de gemeente om zo te werken. Iedereen leert ervan. Een openbaring, zullen we het zomaar noemen dan? Zoals het gegaan is? Ja, met name vertrouwen. Hè. Het blijkt dus. Vaak de kern van alles natuurlijk. Het blijkt dus als je open bent dat je ook vertrouwen kunt opbouwen en dat zo'n plan lukt. Ja. En we hebben ook een beetje geluk gehad, of niet? Met weer bedoel je? Ja, met weer. Met het klimaat om eruit te komen. Ik zeg altijd maar zo, gelukkig in je goede klimaat. Binnenkort dan ook weer de verkiezingen. Ja. Wat ga jij dan doen? Nou, ik stel tot die tijd ben je er nog? Ik stel mijn kandidaat als wethouder en dan zal de kiezer bepalen of Ben Brink terugkomt of niet. Oké, nou, dat is helder. Ja. Binnen je eigen club, PvdA, hoe staat de vlag ervoor? Wat bedoel je? Nou ja, goed, de poppetjes moeten weer ingedeeld gaan worden. Oh, is dat? Ja. Nou, ja, ik... Dat laat ik nog, hou ik nog even voor me. Dat hou ik nog even voor me. Dat praten we later wel een keer ook over. Ook weer een mooie cliffhanger. Ja. Heren, willen jullie nog iets toevoegen tot slot? Nee. Helemaal niks? Wij hebben nog eens een keer een afspraak gemaakt over het vijverterrein. Als nou alles is afgerond, lijkt het mij interessant om het hele verhaal nog eens een keer voor het voetlicht te brengen. Oké. Ja. Ja, ik kan me herinneren dat we er een paar programma's over gemaakt hebben en die is nooit goed afgesloten geweest. Nee, precies. Het laatste programma. Zullen we dat doen als het project op zijn pootjes staat, denk ik? Laat maar zeggen dat het dan een spannend boek wordt. En op het eind van een spannend boek komt het altijd goed, hè? Ja, lijkt me interessant. Ja, inderdaad. Laten we het hopen dat het boek goed eindigt. Nou, bij deze heren, dank je wel voor de komst naar het Koetshuis. Oké. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Dan over de begrotingsraad van de gemeente Tiel. Graag tot dan.